Hoi allemaal, ik ben meneer Van Urik en in deze video ga ik het hebben over de vaatbundels van de stengel met de houtvaten en de basvaten. Verder ga ik vertellen hoe een boom het voor elkaar krijgt om liters water per dag naar boven te transporteren tegen de zwaartekracht in. En ik ga het hebben over de jaarringen van een boomstam. Een stengel bestaat uit afwisselend knopen en leden. Een knoop is een stukje verdikte stengel waar de bladeren aan vastzitten. En tussen twee knopen zit een stukje stengel en dat noem je een lid. Dus je hebt een knoop, een lid, een knoop, een lid, een knoop, een lid, enzovoort. Dan heb je nog de knoppen. Op de top heb je de eindknop. En in de bladoksels heb je de okselknoppen. Dus tussen de bladsteel en de stengel, daar zit een okselknop. Die knoppen die kunnen het volgende jaar uitlopen en een nieuw stuk stengel vormen. Dat komt omdat er in de knoppen meristeem zit. Meristeem, dat zijn een soort stamcellen die nieuw weefsel kunnen vormen. Die kunnen delen en nieuw weefsel vormen. Dus de eindknop die vormt het volgende jaar een nieuw stuk stengel naar boven toe. En dan groeit de stengel dus in de lengte. De okselknoppen die kunnen ook uitlopen en dan zijscheuten vormen. En dan krijg je dus een stukje stengel met bladeren naar de zijkant toe. Als je een stengel dwars doorsnijdt en er dan bovenop kijkt, dan zie je dit. De buitenkant van de stengel heet de epidermis. Daaronder ligt een laag, dat is de schors. En in het midden heb je het merg. Dan zie je allerlei rondjes liggen. Dat zijn de vaatbundels. Die liggen in een soort ring aan de buitenkant van de stengel. Als je nou inzoomt op zo'n vaatbundel, dan zie je dat die bestaat uit drie lagen. Je hebt de houtvaten, die liggen meer aan de binnenkant van de stengel. En je hebt de basvaten, die liggen meer aan de buitenkant van de stengel. En daartussenin heb je het cambium. De basvaten worden ook wel phloem genoemd. Ze bestaan uit langgerekte cellen zonder kern. En de tussenschotjes die bevatten heel veel gaatjes en lijken daarom een soort zeefjes te zijn. Daarom heet ze ook wel de zeefplaten. Dus een basvat is eigenlijk een hol buisje met af en toe een zeefplaat erin. De houtvaten, die heet ook wel xyleem en die hebben een hele dikke wand van hout. Vroeger waren dit namelijk houtcellen en die hebben in de celwand houtstof afgezet, ook wel lignine genoemd. Dus een houtvat is eigenlijk een hol buisje met een dikke wand van hout. Er zitten geen zeefplaten in, zoals bij de basvaten, maar ze hebben wel gaatjes aan de zijkanten. Die worden stippels genoemd. Dan de middelste laag van een vaatbundel heet het cambium. En het cambium dat is ook een soort meristeem, net als in de eindknoppen en de okselknoppen en de zijknoppen. Die vormen dus ook nieuw weefsel. Dat zijn ongedifferentieerde cellen die nog kunnen delen en die nieuw weefsel vormen. Nou, in dit geval vormen ze houtcellen naar binnen toe en bascellen naar buiten toe. Nou, die houtcellen die worden dan later de houtvaten en de bascellen worden dan later de basvaten. Dus als je een cambiumcel hebt, die gaat zich delen, dan krijg je er twee. En de ene cel blijft een cambiumcel en de andere cel wordt een houtcel naar binnen toe. Dan gaat die nog een keer delen en de ene cel blijft weer een cambiumcel en de andere wordt dan een bastcel. Dus op die manier worden naar de binnenkant houtcellen gevormd en naar de buitenkant bastcellen door het cambium. De vaatbundels liggen niet alleen in de stengel, maar die beginnen eigenlijk helemaal onderaan bij de wortel en lopen dan via de stengel door naar de bladnerven van de bladeren of naar de vruchten en de bloemen. Nou, een vaatbundel bestaat uit basvaten en houtvaten. De functie van de basvaten is het transporteren van fotosyntheseproducten, dus vooral van suikers, van de bladeren helemaal naar beneden naar de wortels, waar ze dan als energiebron dienen of als reservestof worden opgeslagen. Nou, in de herfst, dan verliezen de planten en bomen hun bladeren. En dan wordt het winter en dan weer lente. En in de lente, dan wordt de opgeslagen suikers uit de wortels wordt vrijgemaakt. En die worden dan via de basvaten weer naar boven getransporteerd naar de knoppen.
zodat die gaan uitlopen en nieuwe stengels met bladeren vormen. En later ook naar de vruchten, zodat je mooie grote zoete vruchten krijgt. En naar de bloemen, zodat je mooie grote bloemen krijgt. En de functie van de houtvaten is het door de wortels opgenomen water en mineralen transporteren naar de bladeren en naar de vruchten en de bloemen. Hoe kan een boom eigenlijk liters water per dag tegen de zwaartekracht in soms wel 20 meter omhoog brengen? Nou, daarbij zijn drie krachten betrokken. Als eerste, de belangrijkste, is de zuigkracht van de bladeren door verdamping. Dat leg ik uit in een andere video. Ook de wortels, die geven worteldruk en brengen zo het water de stengel in. Ook dat leg ik uit in een andere video. Ook de houtvaten spelen een rol bij het omhoog brengen van het water, namelijk via het principe van de capillaire werking. Dat kan je misschien wel als een heel dun buisje in water zet, dan gaat het water vanzelf omhoog kruipen. Dat komt door capillaire werking. Capillaire werking ontstaat door adhesie. Dus het water en de wand van het buisje trekken elkaar aan. En daardoor wordt het water als het ware tegen de wand omhoog getrokken. Tegen de zwaartekracht in. Nou, in de vaatbundels en in een boomstam heb je houtvaten. Houtvaten zijn hele dunne buisjes. Dus in die houtvaten krijg je ook capillaire werking. En omdat je niet één houtvat hebt, maar miljoenen houtvaatjes, heb je dus miljoenen van die dunne buisjes. En met z'n allen brengen die het water omhoog via capillaire werking. Kost dus helemaal geen energie. Dus die boom die transporteert het water puur op natuurkundige principes, die het water dan tegen de zwaartekracht in omhoog brengen. In de loop van de jaren groeit een stengel in de breedte, dus je hebt diktegroei. Nou, we hadden gezien bij een eenjarige stengel liggen de basvaten en houtvaten en vaatbundels. Die liggen in een ring aan de buitenkant van de stengel. Nou, als de stengel dan ouder wordt, dan komen die basvaten en die houtvaten die komen steeds dichter naar elkaar toe. Dus die breiden zich uit, komen steeds dichter naar elkaar toe en uiteindelijk vormen ze een hele ring. Dus na 3-4 jaar heb je eigenlijk een ring van basvaten en een ring van houtvaten. En de laag van de houtvaten die wordt in verhouding steeds dikker. En na een aantal jaren krijg je echt een boomstam. En dan bestaat het middenste stuk alleen nog maar uit houtvaten. En de basvaten zijn alleen nog maar een klein dun laagje aan de buitenkant. De buitenste laag van een boomstam noem je de schors en de bast. Sommige mensen noemen dit hele stuk de schors. Andere mensen noemen dit hele stuk de bast. Nou, ik noem dit de bastlaag en dit de schorslaag. De schorslaag is door het materiaal, eigenlijk de oude bastlaag. En die bestaat uit kurk. Kurk vormt een ondoordringbare laag en voorkomt eigenlijk dat er water verdampt uit de bast. En het beschermt tegen infecties van bacteriën en schimmels. Nou, de bastlaag, dat zijn levende cellen en levende bastvaten. Die vervoeren de suikers van beneden naar boven of van boven naar beneden. Dan heb je nog het cambium. Het cambium is een meristeem. Dat zijn dus delende cellen. En die vormen naar buiten toe nieuwe bastcellen. En naar binnen toe nieuwe houtcellen. En daaruit ontstaan dan nieuwe bastvaten en nieuwe houtvaten. Nou, in de schors liggen ook kleine openingen. De zogenaamde kurkporiën. Die worden ook wel lenticellen genoemd. En die zorgen voor gaswisseling. Want dat kurk is een ondoordringbare laag, maar die bastlaag, dat zijn levende cellen. Die levende cellen hebben zuurstof nodig en dat kan dan via die kurkporiën naar binnen stromen. Dus de kurkporiën dienen voor de gaswisseling. Nou, onder de bastlaag heb je de houtlaag. En die bestaat uit houtcellen en houtvaten en die transporteren mineralen en water naar boven toe. Het hout van een boom bestaat uit twee delen, namelijk het spindhout en het kernhout. Spindhout is het buitenste deel van het hout.
Dat bevat nog functionele houtvaten. Die kunnen nog water en mineralen transporteren van de wortels naar boven toe naar de bladeren. Kernhout, dat is het binnenste deel van het hout. Daar zijn de houtvaten helemaal dichtgedrukt door de druk. En die zijn dus niet meer functioneel. Die transporteren geen water en mineralen meer. Maar die zorgen voor de stevigheid. Die zorgen ervoor dat de boom niet omvalt, maar juist stevig blijft staan. In het hout van een boomstam zie je heel mooie jaringen. Een jaring is het hout dat in 1 jaar tijd is gevormd. Nou, een boom groeit eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer en maakt dan nieuw hout aan. Daardoor wordt die boomstam dus dikker. Maar dat gebeurt dus alleen in het voorjaar en in de zomer, want in de herfst en de winter groeit een boom eigenlijk niet. Zo'n jaring is het hout dat in 1 jaar is gevormd. En je ziet 2 delen, een licht deel en een donker deel. Nou, het lichte deel is gemaakt in het voorjaar en het donkere deel in de zomer. Nou, het lichte deel bestaat uit wijde houtvaten en een dunne wand. Dus dan wordt er heel veel water en mineralen naar boven toe getransporteerd naar de bladeren. Kan er heel veel fotosynthese plaatsvinden. In de zomer worden die houtvaten veel dikker. De wanden worden veel nauwer, maar veel dikker. En daardoor zie je dat als een veel donkerdere band in de jaring. Nou, de overgang van het voorjaar naar de zomer, dat gaat geleidelijk. Dus die kleur gaat geleidelijk van licht naar donker. Maar de overgang tussen 2 jaringen, die is heel scherp. Dat noem je een jaargrens. Dus de overgang van de zomer van het ene jaar naar het voorjaar van het andere jaar, dus van het donkere gedeelte naar het lichte gedeelte, die overgang is heel scherp. En dat noem je dus een jaargrens. Nou, aan de jaarringen kun je dus zien hoe oud een boom is. In dit plaatje zie je bijvoorbeeld 1 jaarring, hier nog een jaarring, 3, 4, 5, 6 jaarringen. Dus dit deel van het hout is in 6 jaar aangelegd. Dus aan het aantal jaarringen kun je zien hoe oud een boom is, maar je kunt nog veel meer afleiden uit de jaarringen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de dikte, dan kun je zien hoe de milieuomstandigheden waren in een bepaald jaar. Als je namelijk een brede jaring hebt, dan waren de milieuomstandigheden goed, want dan is die hard gegroeid. Maar als je een smalle jaring hebt, dan waren de milieuomstandigheden slecht, dan is die niet goed gegroeid. Nou, slechte omstandigheden zijn bijvoorbeeld droogte of hitte, of een rupsenplaag of bladluizenplaag of een bosbrandje. En vaak in de jonge jaren zie je concurrentie met buurplanten die licht wegnemen of voedingsstoffen uit de bodem wegnemen, waardoor die minder hard kan groeien. Nou, als je kijkt naar deze boom, dan weten we die is omgezaagd in het jaar 2007. En als we dat weten, dan kunnen we dus van elke jaring zeggen vanuit welk jaar die stamt, is aangelegd. Dus de laatste jaring is aangelegd in 2006. En zo kun je dus van elke jaring precies aangeven in welk jaar die is aangelegd. En als je dan naar de dikte kijkt van de jaring, dan kun je dus ook zien of het een goed jaar was of een slecht jaar voor de groei van de boom. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 1984 en 1985, dan heb je hele brede jaarringen. Dus dit waren superjaren voor de boom. Waarschijnlijk is er genoeg neerslag gevallen, was het niet te heet en niet te koud. Dus eigenlijk een perfect jaar. Maar als je kijkt naar 1976 bijvoorbeeld, dan zie je een mini kleine jaarring. Dus dat moet wel een heel slecht jaar zijn geweest. En dat klopt ook. Want we weten dat het weer in 1976 heel extreem was. Het was namelijk een recordjaar wat betreft droogte en hitte. En dat begon al in de lente. Toen was het al zonnig en bijna geen neerslag gevallen, super droog. En daarop volgde ook nog eens een hele lange, droge en hete zomer met een enorm lange, intense hittegolf. Dus dat jaar is echt een recordjaar, zelfs 2018 kan er niet aan tippen. En dat was echt heel bijzonder met boven de 40 graden en een hele lange hete zomer. Maar 1976 heeft nog steeds het record. Nou, heel veel bomen die gaan gewoon dood door de droogte, door een tekort aan water. Maar je ziet, deze is niet hard gegroeid, maar heeft het wel overleefd. Dus aan de jaarringen kun je gewoon zien hoe het weer was.
in een bepaald jaar. En je kunt dus ook met de jaringen van bomen kun je het klimaat gaan bepalen. Je kunt het klimaat gaan reconstrueren als je hele oude boomstammen vindt en meerdere met elkaar gaat vergelijken. Dan kun je zien hoe het klimaat was vroeger in lang vervlogen tijden. Dit was mijn uitleg over de vaatbundels met de houtvaten, de basvaten en het cambium en hoe water en voedingsstoffen naar boven worden getransporteerd en wat je allemaal kunt aflezen aan jaringen. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's, abonneer dan op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!